Als je stap naar adverteren gaat maken, dan is natuurlijk je ROI, dus je return on investment, het belangrijkste wat er is. Je kunt ook sturen op ROAS, dus return on ad spend, dus wat stop je in de advertentie, wat krijg je terug. Op welke punt je ook gaat sturen, het vaststellen van je budget is een van de belangrijkste stappen voordat je eigenlijk gaat beginnen met adverteren. En daar zien we ook dat de meeste mensen de fout in gaan. Komt dat? Er is budget over, om het, als je het al over mag noemen. En het wordt eigenlijk als een soort van testfase in een bepaalde campagne gestopt. Nou, of dat je nu gaat adverteren op een website, gaat adverteren in Google AdWords, gaat adverteren op Facebook of op LinkedIn of op Twitter of op YouTube. Het maakt in principe niet uit. Uiteindelijk gaat het om een paar dingen. Je stopt er iets in, je wil er een bepaalde return op. Dus je wil weer meer verdienen dan wat je er eigenlijk in stopt. Nou, voordat je met een veilig adverteerbudget kunt werken, die bepaalde stappen te doorlopen. Nou, deze stappen die zal ik allemaal met jou gaan behandelen in deze woensdag gemakdag video. We blijven verder kijken en ik leer alles over het bepalen en veilig vaststellen van je adverteerbudget. Nou, als we kijken naar je bepalen van je adverteerbudget, heb je bepaalde dingen nodig. En dat is allereerst eigenlijk je conversie. Dus hoeveel procent van jouw bezoekers doet de actie waarop je gaat adverteren? Dus stel ik wil de SEO-cursus promoten of een andere dienst van ons. Wat doe ik dan? Ik bepaal van oké, ik ga naar die pagina waar de verkoop gemaakt kan worden. Ik kijk in mijn Analytics-account hoeveel conversiepercentage die pagina op dit moment heeft. Of over een gedurende van een x aantal maanden. En daar komt een bepaald percentage uit. Dus stel dat we voor het gemak nu even 1% doen. Dan weet ik dus dat per 100 bezoekers 1% daarvan een klant wordt. Dus per 100 bezoekers, ik heb 100 bezoekers nodig om dus 1 klant te krijgen. Als je kijkt dus naar jouw gemiddelde verkoopwaarde, als je producten verkoopt, is het natuurlijk ietsjes makkelijker. Als je diensten verkoopt, pak dan een bepaald x periode, dus een x aantal maanden. Kijk desnoods naar het afgelopen jaar, dus 2018. Dus bekijk je complete omzet of desnoods winst, kijk waar je mee wilt rekenen. Deel dat door het aantal verstuurde facturen. En je weet ongeveer wat jouw gemiddelde verkoopwaarde is. Je weet dus wat elke klant je ongeveer oplevert. Stel dat we ervan uitgaan in dit voorbeeld dat ik 100 bezoekers nodig heb, ik 1% conversie heb. Dat betekent dat ik dus 1 klant overhaal. En stel dat die ene klant mij €100 oplevert. Dus elke klant die wij krijgen levert ons ongeveer €100 op. Hoeveel is dan elke bezoeker jou waard? Dus ik heb 100 bezoekers nodig, ik heb 1% conversie. Hoeveel is jouw bezoeker, elke bezoeker dan waard? Nou, om dat sommetje te maken, je weet dat je 100 bezoekers nodig hebt, 1% conversie, 1 klant. En die ene klant levert je gemiddeld €100 op. Dan weet je dus van, ik heb 100 bezoekers nodig, dus ik deel mijn 100. Dus mijn gemiddelde verkoopwaarde deel ik door het aantal bezoekers. Nou, 100 delen door 100, dan weet je dat elke bezoeker jouw €1 waard is. Met hoeveel mag je dan gaan adverteren en welk adverteerbudget heb je dan nodig? Nou, daar komen we zo op. Stel dat ik nu met €1 ga adverteren, dus €1 per klik ga adverteren. Ben ik dan slim bezig? Wat ik dan doe is dat ik eigenlijk geen winst maak. Want ik betaal €1 per bezoeker. En we hebben net uitgerekend dat ik ook €1 per bezoeker mag betalen. Dus ik dien dus voor een veilige campagne minder dan €1 te betalen. Kijk op welke factoren jij wilt rekenen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld rekenen met een ROI van 1,7. Dus die willen per euro eigenlijk keer 1,7 weer terugverdienen. Bepaal samen met je marketingafdeling of met je collega's, of bepaal het zelf, wat voor jou de veilige marge is. Dus als jij €1 erin stopt, wil je er dan 1,5 uit? Of vind je het goed om nu, ja, al draai desnoods even omzet, want het gaat om volume. Bepaal voor jezelf met welke ROI-factor jij wilt rekenen. Als je je conversie
op een gegeven moment gaat verhogen. Dus ik weet dat ik per 100 bezoekers niet 1% klant binnenhaal, maar 2%. Dan weet ik dat ik niet per 100 bezoekers 1 klant krijg, maar in dit geval 2 klanten. Nou, elke klant levert ons 100 euro op, dus dit doe ik keer 2. Dan weet ik dat ik 200 euro uiteindelijk omzet. En dat ik niet dus 1 euro per bezoeker mag betalen, maar 2. Zorg dat je voordat je gaat adverteren dat deze cijfers helder zijn. Dat je weet wat is een gemiddelde verkoopwaarde. Wat mogen we ongeveer uitgeven per lead? Kijk naar je percentage. Hoeveel van het percentage van jouw bezoekers doet uiteindelijk de gewenste actie? Dus neemt contact op of wordt klant. Als je nog een stapje verder wilt gaan, dan bereken je ook nog de offertefase. Want niet elke lead wordt natuurlijk klant. Dus stel dat je verder wilt gaan, dan kijk je van, nou, we hebben 10 offertes gestuurd. Van die 10 offertes zijn er 5 doorgegaan. Dat is dus 50%. Dan zou je dus eigenlijk ook nog 50% van die andere waarde af moeten halen. Want je weet dat je dus veel meer bezoekers nodig hebt om uiteindelijk een klant te worden. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, suggesties voor een volgende gemakdag, of gewoon graag deze gemakdag blijven volgen, klik ergens op subscribe of abonneer, of welke taal er ook staat. Mocht je vragen hebben, laat het gewoon achter in de reacties. Heb je suggesties voor de volgende video, laat het vooral weten. Ik reageer overal persoonlijk op. Succes!